Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast. Elke week nieuwe inspiratie voor succes in life en business. Leef je mooiste leven, dat is ons motto. En ons zijn Michael en naast mij zit Cindy. Vandaag gaan we het hebben over negatief nieuws. Ja, ja want twee nieuwsberichten vielen mij op afgelopen week. En dat inspireerde mij voor het opnemen van deze podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over negatieve comments en berichten op social media. Ja, want jij kwam hiermee. Afgelopen week uh, viel het ons op dat er zoveel negatieve reacties onder allerlei berichten worden gepost op social ja. media. En toen kwam jij met, met iets van RTL Nieuws. Hoe zat het? Ja, um, even kijken. Er was één artikel op RTL Nieuws, die viel op. Um, Bart kreeg een baan door Facebook-reactie. En de, de kop was: dit blijft je achtervolgen, was zijn quote. Uh, nou, misschien kun jij het even voorlezen. Oh, dit, dit ging over iemand die niet echt Bart heette, maar ze hebben hem voor het nieuwsbericht Bart genoemd. Het was een reactie op een artikel van RTL Nieuws. Die jongen die dus niet Bart heet, die plaatste een reactie op een post van iemand anders. En zijn tekst was: dit was dus de reactie van de jongen die niet Bart heet. Tijd dat ze jou het land uittrappen. Dat was zijn reactie op een bericht. En alleen al als je dit nu hoort, even zonder de context. Tijd dat ze jou het land uittrappen, heeft deze jongen dus gepost onder een bericht. Ja, als reactie van iemand anders. Hè? Dus iemand anders had een reactie geplaatst onder dat artikel. En hij reageerde daar weer op. Ja, dus hij zegt tegen iemand anders, ja. die heeft gereageerd. Ik begrijp Tijdens dat ze jou het land uittrappen. Wat willen die linkse lullen hier nu bereiken? Jij zou wel een uitkering hebben. Aha. Wilders is de enige die het land kan redden. Ja. Niet Samson of Roemer. Stel ja. dat je linkse klootzakken. Ja. Nou, dat is een, een duidelijke mening, of het nou goed of slecht is, dat doet niet de zaken, vind ik ook helemaal niet belangrijk. Waar het om gaat is dat de jongen die dus niet Bart heet, dit had gepost. Mm -hmm. Vervolgens, dat blijkt dus in de opwelling te zijn gebeurd, en er gebeurt vaker dat we dit soort boze uitspraken doen, ook in gesprekken, maar, maar dan, wordt het, nou ja, dan wordt het ook niet echt vergeten. Want als, als jij iets heel erg boos roept tegen iemand in een opwelling, wat je niet echt zo bedoelt... blijkt dat die persoon daar toch heel vaak... heel lang nog last van kan hebben. Ja, het rugtasje waar we lekker al, ja. al, die, al die zinnetjes in gooien. Vaak hè, zinnen van ouders of leraren... Mm -hmm. gooien we ook allemaal in het rugzakje. Ja, en mee dan slepen. op het moment dat je de bom barst... dan gooien we lekker die rugzak open. Ja. En dat gooien we dan even over iemand heen. Het is een soort, heen. soort gezwel. Een soort hele grote blaar. Een soort echt gezwel ja. waar al die ellende in opgeslagen zit. En dan... Komt er één keer zo'n moment voorbij dat het gezwel wordt doorgeprikt. Ja. En dan komt al die etter, al die zooi, al dat drama komt eruit. En dan kan het gebeuren dat je dat per ongeluk toevallig een keertje dus online post. Zoals de jongen die niet Bart heet dat heeft gedaan. En wat wil nu, want waar gaat het om? Deze jongen die was aan het solliciteren. Uh, hoog opgeleid, althans dat schreef hij later in een reactie. Had een goede baan, maar hij zou die baan verliezen. En dus moest hij weer gaan solliciteren voor een nieuwe baan. En toen bleek dus dat hij tijdens al die sollicitatiegesprekken. Uh, toch wel werd gezien als een aardige gozer. Een positieve jongen met, met enthousiasme. En dat, eigenlijk er was niet zoveel op aan te merken. Maar wat gebeurt er tegenwoordig? Werkgevers laten je tegenwoordig digitaal screenen. En dat betekent dus dat alles wat je doet online. op Facebook, op Twitter, op uh, Instagram. en ook. In dit geval, dus blijkbaar reacties die je hebt gepost, komen dan ineens via Google boven water. Ik vind het trouwens wel heel erg toevallig dat zoiets boven water komt. Maar dat kan omdat het een artikel is dat misschien heel veel aandacht heeft gehad. Ja, nou wat. Uh, dit vond ik dus ook wel bijzonder. Ik heb zelf in de PR gewerkt. En uh, nieuws is niet altijd helemaal. Uh... Nou, niet helemaal zuiver, niet nou, eerlijk, is helemaal en niet zuiver, objectief. Nee, klopt. Absoluut. En uh, toen ik dit hier, hier onderzoek naar ging doen, dat oh, dat is leuk voor een podcast. Uh, de, de titel is namelijk Bart kreeg je een baan door Facebook-reacties en nou, oh. op deze manier is het verspreid. toen dacht ik eh, wat raar, want een Facebook-reactie kan je gewoon verwijderen en volgens mij is het ook niet per se terug te vinden via Google. En uiteindelijk blijkt in het artikel dat een comment op een artikel van RTL Nieuws... dat verandert de zaken, want dan is het denk ik wel makkelijker te traceren. Mm -hmm. Maar dit, dit gebeurt heel vaak. Er worden koppen gebruikt, zeker online, om jou te laten klikken. En vaak op basis van die kop gaan mensen allerlei reacties pla mm -hmm. plaatsen. Eigenlijk zonder zich te verdiepen in de feiten mm -hmm. en het artikel überhaupt te lezen. Maar er wordt eigenlijk gereageerd op de kop. En wat er dus vaak gebeurt, wat Cindy zegt, is dat zo'n kop... Eigenlijk helemaal niet juist is. Het was in dit geval namelijk ook geen Facebook-reactie, maar oké, okay, dat daar gelaten. Ja. Het ging om de reactie zelf van deze jongen, die dus een aantal keer had gesolliciteerd en telkens op het laatste moment, ondanks dat ze hem aardig vonden en geschikt, de baan niet kreeg, omdat deze opmerking werd gezien. Mm -hmm. En hij schrijft ook later in die reactie: dat was heel stom van me. Ik ben hoogopgeleid. En normaal probeer ik me te beheersen, ook deze zin zegt heel veel, hè? normaal probeer ik me te beheersen. Het taalgebruik in de reactie was niet netjes, dat geef ik toe. Wat hier feitelijk gebeurt is wel bijzonder. Hij heeft één keer zo'n uitspatting gehad, een onaardige opmerking. Volgens zijn zeggen doet hij dat anders nooit. Maar door dat ene zinnetje, normaal probeer ik me te beheersen, zegt hij feitelijk dat hij daar vaker moeite mee heeft. Belangrijke boodschap dus: weet wat je schrijft op internet, hoe je reageert onder reacties en waar het ons om ging, want dat is het onderwerp van deze podcast: waarom moet het allemaal zo negatief? Van waar al die negatieve reacties? Het is natuurlijk makkelijk om via internet alles maar uit te kotsen wat je dwars zit. Dat je het zelf een beetje moeilijk hebt gehad, dat je een probleem hebt thuis met je relatie en dat je slecht hebt geslapen. En er is van alles in je leven aan de hand. Dat hoef je toch niet af te reageren op mensen die daar niets mee te maken hebben, situaties die daar niets mee te maken hebben. Los lekker je eigen probleem op, houd binnen zijn huis. Want ik vind het echt opmerkelijk hoe makkelijk er negatief uh, gereageerd wordt op internet. Ja, daar gaat eigenlijk het volgende artikel over. Um, dit is dan ook wel weer grappig. Ik had het net dus over de waarheid van artikelen. Want bij het ene, uh, bij de ene blog was het de moeder van Wesley Snijder. En bij de andere blog was het de moeder van Jolante. Dus ik weet nou niet wie er helemaal boos was. Maar goed, de titel is: Moeder Wesley Snijder, boos. Over beledigingen. Exces Sava. Hij is één jaar en het gaat over het zoontje van Wesley uh -huh. en Jolante Snijder. Yeah. Jolante had een foto gepost op Instagram en er kwamen ontzettend veel negatieve reacties onder. Nou, wat een lelijk kind, ziet hij niet uit? Wat staan die ogen ver uit elkaar? Uh -huh. En nou, goed, die moeder van Wesley Snijder die is woedend over de nare opmerkingen die op Instagram over haar kleinzoon worden gezegd. Het is gewoon vreselijk. Iedereen mag een mening hebben, maar we hebben het wel over een kind van een jaar oud. Oké. Okay. Ik vind dat er eigenlijk niks mee te maken hebben of die nou één is of, nee. of tien of twintig. Dat, dat, dat doet echt niet de zaken. Ik begrijp dat de moeder van Wesley of Jolante uh, niet blij is met die reacties. Geen enkele ouder of grootouder zou blij zijn met dit soort reacties op een foto van een kind of een kleinkind. Dat is logisch volledig verklaarbaar. Wat ik bijzonder vind, is van waar al die reacties. Mm -hmm. Ik volg Jolante ook op Instagram en daar heeft ze altijd onwaarschijnlijk veel likes en reacties en, en meestal hele leuke, leuke berichtjes. Zij heeft dus heel veel fans, wat ik me ook wel kan voorstellen. Hoezo een lelijk kind? Ziet er niet uit? Wat staan die ogen ver uit elkaar? Meer van dat soort opmerkingen. Zijn er mensen die zulke problemen met zichzelf hebben... dat ze dan dit maar moeten uitkotsen? Wel, van waar kom je op het idee om al deze negatieve reacties te plaatsen? Vind je jezelf... Zo allemachtig belangrijk? Ben je zo egoïstisch dat jouw mening verkondigd moet worden aan de hele wereld? Wat gaat er dan in je om dat je denkt? Nou, dit ga ik nu eens lekker even op internet zetten. Heb je zoveel tijd over? Ik hoor alleen maar mensen om me heen die te weinig tijd hebben. Welke mensen hebben tijd om te reageren op dit soort onzin? Wie gaat er tijd in stoppen om zijn mening online kenbaar te maken? En dan vooral al die. Negativiteit willen spuien, delen met de rest van de wereld. Waarom? Er is heel veel negativiteit in onze samenleving. Dat klopt. Iedereen wijst niet alleen naar meneer Wilders en meneer Trump. Wat er heel veel gedaan wordt de laatste tijd. Zeker nu in Amerika. Iedereen wijst maar naar Trump. Alsof de rest allemaal zulke engeltjes zijn. Iedereen die bezig is om allerlei demonstraties en allerlei. Uh, Anti-Trump-bewegingen op te zetten, werkt net zo hard mee aan het negativisme. Denk nou niet dat je beter bent door heel erg anti-Trump te zijn. Je probeert waarschijnlijk met elkaar een eenheid te vormen om tegen de ander te zijn. Maar één, we nemen stelling in tegen iets waarvan we niet e eens echt alle feiten kennen. Natuurlijk worden er uitspraken gedaan en worden er beslissingen genomen waar je vraagtekens bij kunt zetten. Maar wat er heel erg gebeurt, is dat de aandacht wordt gericht op al het negatieve. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja, ja. Het mooie vind ik, en dat heb ik de afgelopen jaren al vaak gezegd, en ik heb geen enkele politieke voorkeur of, of tegenkeur, ik weet niet wie dat moet noemen. Tegenkeur. Maar, tegenkeur. maar <laughs> alle aandacht die altijd aan Geert Wilders wordt gegeven, is natuurlijk een heel dankbaar. Cadeau wat hij elke keer weer in ontvangst kan nemen. Alle andere politici geven alleen maar af op hem. Ik hoor zelden een politicus in Nederland iets zinnigs roepen over hun eigen standpunten, over hun eigen kracht, over hun eigen intelligentie en wijsheid. Het is alleen maar wijzen naar meneer Wilders, met z'n allen. Hij hoeft er niets voor te doen. Deze man krijgt al zijn marketing voor niets. En je merkt dan dat er altijd zo'n anti-beweging komt. In Nederland hebben wij dat dan met uh, de PVV, waar overigens volgens mij uh, inmiddels wel de meeste mensen in Nederland op stemmen. Net als wat er gebeurde in Amerika met Trump. En dan kun je wel gaan discussiëren dat hij niet de meeste stemmen had. Het is een democratie. En dit vind ik het mooie van een democratie. De democratie vinden wij altijd de meest ideale vorm van bestuur, zolang het ons uitkomt. Maar op het moment dat blijkt dat in die democratie wordt gekozen voor iemand met wie wij het niet helemaal eens kunnen zijn, dan klopt het systeem blijkbaar ineens niet meer. Of het systeem is wel goed, maar om een of andere onverklaarbare reden zit er ineens Donald Trump als president van Amerika. En het is mooi om te zien wat daar gebeurt, want waarschijnlijk is dit toch ook wel een les uh, die we vanuit het universum doorgestuurd hebben gekregen om er iets van te leren. Iedereen richt zich alleen nog maar op Trump, vooral op anti-Trump. Ja, ik moet ook even aan een quote van Moeder Theresa denken: Wees niet tegen de oorlog, maar voor de vrede. En dat is zo. Dat is zo. Ja. En waar je aandacht op richt, groeit. Wat ja, dus je als, je, al als je gaat demonstreren tegen de oorlog, dan, en dan gaan we even meer de spirituele hoek in. Als je demonstreert tegen de oorlog en je bent bezig met de anti-oorlog. Ben je toch bezig op dezelfde frequentie, dezelfde energiefrequentie? En zorg je dat de energie groeit omtrent die oorlog, omtrent het negativisme. Wat er nu gebeurt is dat de energie, de lage energie, die er hangt rondom het hele Trump-verhaal in Amerika, die groeit omdat alle aandacht vanuit bijna de hele wereld daarop wordt gericht. We zijn niet meer bezig met vrede. We zijn helemaal niet bezig met verdraagzaamheid. Dat pretenderen we wel, maar dat doen we niet. Ik heb van de week ook een, uh, een stukje op Facebook geschreven. Er was een mooie, mooi filmpje gemaakt. En daar bleek dit ook uit. Als je liefde wilt zijn, wees dan liefde. En vanuit die liefde kun je. Kun je een andere beweging inzetten, maar je moet niet tegen zijn. Wees voor de verdraagzaamheid, wees voor de vrede, wees voor al de goede positieve dingen. Maar dat vergt een andere discipline. En dat vergt ook acceptatie en verdraagzaamheid voor wat er is. De keuze is gemaakt: dit is hoe het is, hier moeten we mee zien om te gaan. Hier zullen we van moeten leren. En het enige wat we doen, is er weer keihard tegenin gaan. We leren er helemaal niets van. Ook dit zal een les zijn voor voor onze hele samenleving op aarde op dit moment. Maar goed. Wat Cindy zegt, het is wel mooi. Wees voor de vrede. Wees voor het goede. Laat alles wat negatief is, waar je het niet mee eens bent, laat het links liggen. Geef het geen aandacht. Want wat je geen aandacht geeft, zal vanzelf afsterven. Ja. Daar moet je vertrouwen in hebben. Ja, want we hebben het nu vooral over, over comments gehad. Facebook-comments. Maar er zitten ook best wel heel veel mensen die uh, een negatieve verhalen graag willen delen via Facebook. En ja, je bent boos. Ja, je bent boos, je bent boos, ja, boos hè? over iets. Er is een bepaalde situatie gebeurd, je bent boos en je wilt het heel graag delen. En ik zeg altijd, het is net als een steen die je in het water gooit. In dit geval het online water. En eerst was jij alleen boos. En uh, vervolgens ga je een bericht schrijven en dat deel je met je vrienden. En nog meer mensen gaan reageren. En die gaan allemaal zeggen, ja, het is ook belachelijk. En wat de er zo, wat de klote bla bla bla. En vervolgens zijn opeens honderd mensen boos door jouw berichtje. En dat is iets om over na te denken. Ja, maar misschien wil iemand dat wel. Hè? Iemand is boos en die denkt: ja, dan gooi ik die steen in de digitale vijver, want dan gaan er meer mensen boos zijn. En als we met z'n allen boos zijn, dan zijn we lekker boos met elkaar en dan zijn we sterk. Maar wat er gebeurt is dus wat jij zegt. We worden met z'n allen boos. Ja. We zijn niet meer blij. We kunnen niet meer genieten. We zijn niet meer voor. We zijn ook niet meer positief aan het denken. We zijn niet oplossingsgericht aan het denken. Nee, we zijn boos. We zijn tegen. Ja, en als je dan over de, de podcast van vorige week over de Love, Attraction, negativiteit zit je in een laag frequentie. En dat betekent dat je op dat moment ook daar in het creëren bent. En uh, dat gaat je niet helpen naar een mooie leven. Nee, dat gaat je zeker niet helpen. Alles wat je uitzendt, en ook dit is negativiteit, demonstreren tegen Trump is negatief. We vergroten alleen maar de energie en we zullen er meer van terugkrijgen. Dit is niet de manier als we dit willen oplossen. Dan zullen we dat op een andere manier moeten doen. We zullen dat moeten doen met compassie en verdraagzaamheid. En dat betekent niet dat we over ons heen moeten laten lopen. Maar je kunt vuur niet met vuur bestrijden. Vuur kun je bestrijden met water of door het zuurstof eruit te halen. Als je zuurstof uit het vuur haalt, dan dooft het vuur vanzelf. Op het moment dat je olie gooit op het vuur. Ik hoef het denk ik niet af te maken. En dat is wat er gebeurt. We zijn alleen maar bezig met olie gooien op het vuur van twee kanten. En de vlammen worden alleen maar hoger en de wereld staat letterlijk in brand. Ja, de wereld staat in brand. En het is aan ons om te zorgen dat we dat vuur doven. Maar dat gaat niet gebeuren zolang we olie op het vuur blijven gooien. En zolang we het vuur met vuur proberen te blijven bestrijden. We zullen dat op een andere manier moeten doen. Nog even terug naar de essentie, want dat was de reden van onze podcast. Onze vraag is: waarom al die negativiteit? Dat valt eigenlijk wel mee, net als in het nieuws, uh, vaak. Het, het groepje wat heel negatief is... misschien heel actief is of zichtbaar is. Maar de groep die mooie, inspirerende dingen post... is natuurlijk ook heel groot. En ik heb daar een oplossing voor gevonden uh, op Facebook. Als je naar de rechterbovenkant van een uh, bericht gaat... en je ziet bijvoorbeeld, je volgt iemand en je denkt... oh, die heeft altijd zo'n negatieve... Uh, die vertelt altijd zo'n negatieve dingen. Ik heb daar geen zin meer in. En misschien is dat wel familie of je tante of whatever. En dan denk je nou, om die te ontvrienden is misschien ook zo wat... Uh, je kan gewoon bij een post op het rechter uh, bovenkant klikken. En dan zeg je, papapapap, niet meer volgen. En dat betekent dat je geen berichten meer van die persoon ziet. En uh, ik heb dat met heel veel mensen gedaan... die ik niet inspirerend vond of die ik negatief vond... of die ik niet interessant vond. En ik krijg op mijn timeline nu alleen nog maar... inspirerende, positieve, leuke mensen te zien. En uh, de negatieve mensen laat ik lekker negatief zijn... op hun eigen timeline. Ja. En je kunt ook de mensen die je wel heel leuk vindt kun je iets bij aanklikken dat je die als eerste ziet in je timeline. Mocht je dat niet weten, dus dan krijg je echt alleen maar de leuke, positieve berichten en al het negatieve nieuws dat verdwijnt. Hoe wij omgaan, want die vraag hebben we toevallig ook binnengekregen, hoe wij omgaan met negatief nieuws uh, via social media, uh, heel uh, eenvoudig. We wisten het en blokkeren je daarna permanent voor de rest van je leven en je kleinkinderen ook. Ja. <laughs> Ja, wij, wij blokkeren mensen altijd. Ja, en uh, daar, daar zijn soms de meningen over verdeeld. Want het, uh, kijk, ik vind er een verschil in zitten dat iemand natuurlijk, uh, je hoeft niet alleen maar jeepiaje en wat wij posten, uh, als je daar gewoon een onderbouwde uh, standpunt over hebt, dan is het natuurlijk altijd goed. En ook daar kunnen wij van leren en, en andere mensen. Maar als iemand uh, ja, een ongefundeerde mening heeft van, ja, wat een bullshit, wat onzin en rolt lekker op en gaat terug naar de radio, dat soort mensen blokkeren wij gewoon. Want ik wil jou heel graag helpen. Als jij het niet, niet fijn vindt, dan zorg ik gewoon dat je geen berichten meer van mij krijgt. Dan help ik je, dan blokkeer ik je. En wat ook heel boeiend is, we hebben nu al meerdere keren mailtjes van mensen gehad... die wij geblokkeerd hadden. Die zeiden, oh, ik heb hier spijt van. Ik zie dat ik geblokkeerd ben. Kunnen jullie dat deblokkeren? Ik had mijn dag niet. Ja, ja ik heb, de mooiste verhaal was een meneer uit Argentinië. Een Nederlandse meneer, die woont in Argentinië. Die stuurde echt de ene na de andere negatieve posten. Uh, reageerde op alles negatief. Die heb ik uh, per direct geblokkeerd toen. Toen ging hij een e-mail sturen dat hij daar niet van gediend was. Dat hij geblokkeerd was. En waarom alles wat ik deed uh, volkomen bullshit was. En het was allemaal onzin. En uh, het was ook niet van mezelf. En ik aapte iedereen na. Nou, dat was één bak ellende. En ik heb niet meer gereageerd. Want ik vind het echt zonde van mijn tijd. Ik heb andere dingen te doen. En een paar maanden later. Echt, euh, nou, ik denk wel zeker een half jaar later, kreeg ik een enorm lange excuusbrief van diezelfde manier. We waren best wel verbaasd. En hij vertelde toen dat hij er echt heel veel spijt van had. Hij had er nog eens over nagedacht. En hij zag toch echt wel in dat we uh, vanuit uh, oprechte goedheid werkten. En dat we toch wel heel mooi werk deden. En hij had er heel veel spijt van wat hij allemaal had gezegd. En het was allemaal niet zo bedoeld. En hij had een moeilijke periode. En dat is het ook vaker. Ja. Hij zat in een moeilijke periode. Er waren allerlei dingen in zijn persoonlijke leven. En ja, dat ga je dan misschien op een wat ongenuanceerde manier afreageren op een plek waar dat niet helemaal toepasselijk is. Ja, en ik, ik vond uh... het toch wel heel erg aardig dat hij dat heeft gedaan. En, ja, en nu volgt u ons weer. Uh... Kijk, als je als iemand zo'n comment plaatst, en misschien heb je ook wel een bedrijfspagina hè, waar je veel dingen op post en heb je hier ook mee te maken. Onthoud dan heel goed dat als iemand zo'n comment plaatst... is het onmogelijk dat die persoon op dat moment in een beautiful state is. En um, het, eigenlijk heeft die persoon liefde nodig. Ja, Want dat is het. Dat is het. Je, je plaatst niet zo'n reactie als je lekker in je vel zit. En misschien is dat goed voor jezelf om te weten van... hé, hey, uh, dit doe je niet als je als je, je fijn voelt en, en gelukkig. Ja. En eigenlijk wat je dan moet doen... is iemand gewoon een hele dikke knuffel geven en zeggen... hé, hey, wat is er met je aan de hand? Ja en misschien even iemand aandacht geven. Vaak is dat al genoeg. Ja. Het andere wat ik wel eens doe, waar reageerde ook heel vaak niet op. Soms krijgen we ook wel eens mailtjes waar iemand heel uitgebreid soort relaas uh, over me heen uh, uitstort. Wat ik dan heel vaak antwoord is om die persoon altijd even te bedanken voor de tijd die hij neemt. Ik weet hoe kostbaar mijn tijd is. Dus als je tijd in mij investeert om mij van feedback te voorzien, uh, ben ik altijd heel erg dankbaar voor. En um, het enige wat we moeten doen is beslissen wat we doen met de tijd die ons is gegeven. Dat antwoord ik vaak. Uh, Leef je mooiste leven en een mooie dag. En dan krijg ik heel vaak een, een soort antwoord terug van, mm. oh, ja. Ja, uh, eigenlijk had ik het misschien ook helemaal niet zo bedoeld. Ja, of, uh, Dat gebeurt vaak. Dus, dus beweeg een beetje mee met die persoon. Ga er niet tegen in of zeg je, oh, wat een onzin en uh, waarom stuur je dit? Ja, want dit is vaak ja. wat er gebeurt natuurlijk. Iemand reageert, negatief, boos verwacht een soortgelijke reactie. Want dat is hoe ja. er normaal gereageerd wordt. Dus je gaat hier terugreageren. Ja, ik ben boos op jou, jij bent boos op mij. Jij, jij komt er weer met een reactie overheen. Wat wij doen, is juist een stapje terugnemen. We gaan er niet tegenin. We gooien niet nog meer olie op het vuur. We zeggen juist, dankjewel. Bijzonder dat je zoveel tijd in ons hebt gestopt... om deze achtkantjes negatieve bullshit over ons te schrijven. Dat vinden we heel waardevol. Waarschijnlijk heb je heel veel tijd te veel. Dat zeggen we niet natuurlijk. Dankjewel. Um, en vervolgens, als je die mensen met liefde benadert en bedankt, dan zijn ze in de war. Ja. Want dit is wat ze niet verwachten. Dit is zo totaal tegengesteld, waardoor ze feitelijk niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En als je daar nog een klein schepje liefde en vriendelijkheid bovenop gooit, ja. dan komen ze bij je terug. En dan, zijn dan, ze vaak een fan ja. voor het leven? Ja, of ze beginnen te huilen ervaring. en ze hebben een vraag en ze hebben, ze hebben gewoon echt. Ja. Iets waar ze heel erg mee zitten. Vaak hebben mensen die zich zo gedragen een probleem met zichzelf. Of hebben ze het gewoon even moeilijk op een bepaald moment. En deze uiting. die geeft dan blijk van, van die staat waarin ze zich bevinden. En dat is voor jou een signaal om ze te kunnen helpen. Een een mooi signaal misschien om te zeggen van goh wat kan ik voor je doen op een vriendelijke manier zonder weer het conflict met elkaar aan te gaan. Ja. En wat ik, ja ik zeg ook altijd tegen Michael Ouer, daar heb je weer een uh, scheitende mail. <laughs> Zo noem ik die mensen altijd en uh, daarom moet ik ook heel vaak om lachen. Zo zie ik ze ook uh, net als een vogel. Uh, komen ze op dat moment op jouw Facebookpagina... schijten even wat neer en vliegen daarna weer verder. En zo zie ik het vaak. Het is als vogelpoep. Het is een beetje vervelend, maar ik veeg het weg en ik loop weer door. Laat je eigen dag er niet door verpesten. Het leven is zo mooi. Er zijn zoveel mooie dingen om van te genieten. En waarom zou je jouw waardevolle tijd hieraan besteden? Ja, een mooie quote van Tony Robbins die ik ook nog wel uh, wil delen. Uh, Nobody can take away my happiness. Ja. En uh, dat is ook voor mij zo. Ik, ik geniet van het leven. En, en ja, ik denk als je de power hebt om, om dit soort mensen die zo negatief zijn, misschien ook een klein beetje liefde terug te geven. En dan ga verder met het genieten van je dag. Yeah. Nobody can take away my happiness. Dat is een mooie om, uh, om te herinneren. Ik zou nog tot slot van deze podcast wel een, een kort verhaaltje willen vertellen. Zo'n verhaaltje over de drie zeven. Het staat volgens mij ook beschreven in. Um, dat ene hele mooie boekje, De Wereldziel. Het is een, um, een algemeen oud verhaal dat vele versies kent. Um, een van de eerste versies is deze: Het gaat over Socrates, de oude wijze filosoof uit Griekenland. Socrates liep op een dag door de straten van Athene. toen iemand hem met veel enthousiasme iets wou vertellen. Socrates, riep hij: Socrates, ik moet je iets vertellen over een vriend van je. En Adrem, zoals Socrates was, onderbrak hij de man. En hij zei, wacht even voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven? En de man die zei, de drie zeven? Welke drie zeven? Laten we het even proberen, stelde Socrates voor. De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij wilt vertellen? De man was een beetje verbaasd en brabbelde, nee, ik, uh, ik, ik, ik heb het gehoord. Ik, ik, ja, ik heb het van iemand anders gehoord. Aha, zei Socrates, juist, je was er niet zelf bij, je weet het niet zeker. Dan is het toch wel zeker door de tweede zeef heen gegaan, de zeef van het goede. Is het iets goeds wat je wilt vertellen over mijn vriend? Aarzelend antwoordde de man, hm. Nee, nee, het is, het is niet echt iets goeds. Integendeel, in, in hmm, zei Socrates. Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou nu zo opwint? De man dacht even na en antwoordde: Nee, het is, het is niet direct noodzakelijk. Wel, zei Socrates glimlachend: als het verhaal wat je me nu wilt vertellen niet waar is, niet goed bedoeld is. En niet noodzakelijk. Vergeet het dan. En belast mij er niet mee. Het verhaal van de 3 zeven: de zee van de waarheid, van het goede en van de noodzaak. Denk eraan als je iets kwaads wilt vertellen over iemand anders waarvan je niet weet of het waar is. Of het uit een betrouwbare bron komt. Of dat het misschien niet meer dan een aanname of een verzinsel is. Mooi verhaal over de 3 zeven, vind ik. Ja. Goed, tot zover. We zouden. Graag willen dat je de komende week... als je jezelf en onze plezier wil doen... iets meer oplet over wat je zegt en wat je schrijft... hoe je reageert, of het ook anders kan. Denk en spreek zo positief mogelijk. Ja, en we hebben nog een winnaar. Oh, bijna vergeten. We hebben nog een winnaar. Een winnaar voor de videocoaching. Heel veel mooie recensies ontvangen op bol.com... en op onze eigen Facebookpagina van Mr. Mindset... Deze heet Persoonlijk en Bevrijdend. Staat op uh, bol.com. Geschreven door Theatermeisje. Theatermeisje is 40 tot 49 jaar. Komt uit Amsterdam. En deze review is gepost op 3 februari. Als jij Theatermeisje bent of je kent er, zorg dan dat je reageert binnen een week. Je moet binnen een week reageren. Stuur een mailtje naar academy. At en meld even wie je bent, Theatermeisje. Dan. Uh, Ga contact met je opnemen om een afspraak te maken. Klein stukje voorlezen, Ik vond hem erg mooi. Dit is nu eens een succesboek dat geen leeg omhulsel is. Door de persoonlijke verhalen die ook gedeeld worden, begrijp je dat de schrijver niet zomaar wat zegt, maar het ook doorleefd heeft. Er staan goede tips in, sommige overeenkomend met wat je al van andere boeken kent, maar gecombineerd met Michael's eigen verhaal en waardevolle inzichten en tips, leest het toch anders. Het boek maakt je bewuster van je eigen drijfveren en wat je kunt doen om je mooiste leven te leven. Het raakte me. Theatermeisje, dankjewel. Academy at maapilarchik.com. Uh, stuur daar je e-mail naartoe uh, dan maken we een afspraak. En dan gaan we binnenkort een half uurtje tot drie kwartier praten over wat jij wilt bespreken. En dan echt helemaal tot slot. Het e-book van Master Your Mindset is nu ook te koop en te downloaden. Uh, sowieso bij de online shops, Bol, Brune, Aco, ook bij ons in de winkel ook, bij ons niet. Dus bij bol.com en bij Brune en Aco kun je het downloaden. Master Your Mindset e-book en het gewone boek. Natuurlijk ook met de gratis videocursus, design Your live erbij. Drie video's met een geleide meditatie en een werkelijk, al zeg ik het zelf, waanzinnig werkboek. 56 pagina's met informatie en hele goede vragen over zelfkennis. Als je het boek hebt, doe dan zeker die online cursus. Helemaal gratis. Kost een paar uur van je tijd. Maar ik weet zeker, het gaat je ergens brengen waarvan je niet had kunnen denken dat je dit er allemaal uit had kunnen halen. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Mooie dag. Een mooie dag en graag tot de volgende podcast.